hier, het is een metafoor voor de overgang van jeugd naar volwassenheid. Dus, en hier doen we daar een... Well, het gebeurt ook fysisch in de werkelijkheid, maar hier overdrijven we een beetje wat er gebeurt. Niet alleen maar een beetje baard en dit en dat. Hier, allee, er is een totaal fysisch verandering bij die jonge gast. En dus dat is ook een, denk ik, een interessante metafoor van... En hij was een lost kid als we beginnen, dus die was bully door die mensen op school. Hij woonde alleen met zijn moeder en hij had niet zoveel zelfvertrouwen. En dan als de film evolueert met die fysische verandering die gebeurt met zijn lichaam en op het einde is hij wel self-assurance. En dus ik denk dat ook op dat niveau dat het vrij goed werkt. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.